Welkom terug bij een nieuwe video over Paint.net. In een vorige video leerde ik je reeds hoe dat je Paint.net kan installeren en hoe dat je het omvormt naar een Nederlandstalige interface. Wat ik je eerst wil uitleggen over het werken met Paint.net en het werken met de meeste fotobewerkingspakketten is dat je het concept van de lagen te goed onder de knie moet hebben of goed onder de knie moet hebben om aangenaam te kunnen werken binnen fotobewerking. Ik ga je laten zien wat ik bedoel met deze lagen. Je ziet hier in de interface het venster van de lagen staan, dat staat rechtsonder. Nu, aan de linkerkant staat mijn gereedschap en ik kan, als ik nu een rechthoek zou beginnen tekenen, die plaatsen in deze laag. Er staat er één laag, die heet achtergrond. Ik zal eens een rechthoek selecteren. Ik zal ook twee kleurtjes kiezen, een blauwe kleur bijvoorbeeld en hier van onder als secundaire kleur een gele kleur. Ik ga er ook voor zorgen dat mijn tekening gevuld is met de secundaire kleur en toch een contourlijn krijgt, dus de blauwe lijn. Ik kies eventjes deze, ik maak de penseelgrootte wat dikker, zodat je duidelijk een kader zal zien. En je ziet, hier is mijn rechthoek getekend. Je ziet ook dat die rechthoek in het voorbeeldvenster hier van de laag ook getekend staat. Stel dat ik nu kies om het tweede object te tekenen, ik kies nu voor ellips. Ik kan heel eenvoudig de kleuren wisselen, of snel nieuwe kleuren kiezen, dat gaat natuurlijk ook groen en paars. En ik teken mijn tweede object, in dit geval een cirkel. Als ik de shift-toets ingehouden hou, dan gaat hij altijd een mooie concentrische cirkel maken. Dus ik heb mijn tweede object getekend en ik heb dat een beetje en doelbewust natuurlijk getekend over het vierkant. Wat zie je nu hier in de achtergrond? Alles ligt op één laag. Dat wil eigenlijk zeggen dat die twee vlakken met elkaar vermengd zullen worden tot één vlak. Het vierkant en de cirkel zullen als het ware samensmelten. Wat betekent dat als ik nu hier via het vullen symbool bijvoorbeeld een witte kleur zou kiezen om mijn cirkel te vullen, zo, en ik zal dat hier ook met de groene lijn doen, dan zie je eigenlijk duidelijk dat de cirkel uit het vierkant gesneden is. Want ik heb die twee kleuren zijn met elkaar vermengd, ik heb daar nu wit op toegepast en je ziet dat, dat het vierkant eigenlijk uitgesneden is. Nu, wat had ik eigenlijk moeten doen als ik aangenaam met fotobewerking wil bezig zijn? Ik ga eventjes de ongedaan maken knop een aantal keren drukken. Ik had, voordat ik mijn vierkant tekende, een nieuwe laag moeten maken. Ik ga dat doen. Ik maak hier rechtsonder een nieuwe laag. En je ziet dat de tweede laag een dambordpatroon heeft. Grijs, wit, grijs, wit. Dat wil zeggen dat deze laag volledig transparant is. Dus doorschijnend. Ik kan die laag hernoemen. Ik dubbelklik op de laag. En dan kan ik laag 2 omvormen naar vierkant. Of in dit geval is het beter als ik er rechthoek van maak. 100. Procent dekking of 255. En ik ga hier mijn rechthoek tekenen. Dus ik had als kleurtjes bijvoorbeeld roze of paars en geel. Ik teken mijn rechthoek, ik laat hem los en je ziet nu duidelijk, de rechthoek is getekend in een laag die doorschijnend of transparant is. En de achtergrondlaag is wit. Dus ik kan ook de achtergrondlaag eens eventjes uitzetten om te kijken wat geeft me dat effect als ik die zo uitzet. Nu ga ik een nieuwe laag maken om mijn cirkel te creëren. Dus ik druk van onder weer op nieuwe laag. Ik kan die ook onmiddellijk de juiste naam geven. Cirkel. Ik druk op OK. Ik kies mijn ellipsvorm. Ik kies ook twee nieuwe kleuren. Zo. En ik ga hier mijn cirkel boven tekenen. Je ziet het hier al duidelijk eigenlijk. De cirkel staat niet op dezelfde laag als de rechthoek. Dat betekent dat als ik nu mijn selectieinhoud verplaatsen zou gebruiken. Ik druk op verplaatsen, ik ga op mijn cirkel staan en ik druk met de linkermuisknop, dan zie je, ik kan de hele cirkel nog verplaatsen, terwijl die onderste laag, de rechthoeklaag, onaangetast blijft. Dus die lagen zijn niet met elkaar vermengd, en staan dus ook los van elkaar. Ik kan ook hier de cirkel onder de rechthoek gaan plaatsen, dus ik heb nu de cirkel laag als bovenste laag staan. Als ik dit pijltje gebruik, laag om laag verplaatsen, dan ga je dit effect krijgen, voilà, de rechthoek komt boven de cirkellaag te staan. Dus dat is het concept van werken met lagen. Zeker belangrijk als je in Paint.net werkt met tekst, zoals je hier ziet staan, tekst. Als je die zou gaan gebruiken, altijd eerst een nieuwe laag maken. Want wat is het vervelende in Paint.net? Als je een stukje tekst maakt, hallo iedereen. Als je hierna terug op een andere positie klikt, of je laat je tekst los, bijvoorbeeld zo, dan is deze tekst niet meer aanpasbaar. Dat is een groot nadeel ten opzichte van bijvoorbeeld Photoshop.
waarin dat je alle tekst die je plaatst op een afbeelding nog eenvoudig kan bewerken. Hier lukt dat niet. Als je met Paint.net opnieuw op het tekst-icoon drukt en je zou ergens in het midden van dat woord klikken, je gaat zien, als ik op de backspace druk, er gebeurt niets. Ik zou dat wel proberen te overschrijven, maar je ziet dat je de bestaande tekst niet meer kan aanpassen. En dan is natuurlijk heel belangrijk dat je zo'n tekst geplaatst hebt op een laag. Stel dat je niet tevreden bent met hallo iedereen, en dat had bijvoorbeeld hoi iedereen moeten zijn, dan kan je die laag eenvoudig ofwel niet meer zichtbaar maken. Voilà, hallo iedereen is weg. Of je doet hem bijvoorbeeld helemaal weg, je kan de gom gebruiken. Dan kan je de tekst, als ik in de juiste laag zit natuurlijk, kan je terug wegvegen. Dat kan natuurlijk altijd wel. Je kiest opnieuw het tekstsymbool en je zegt nu hoi iedereen. En dan krijg je wel het gewenste resultaat. Je kan dat ook nog verplaatsen. En zolang als de cursor knippert aan het einde van het woord, kan je nog altijd letters wegdoen en letters bijplaatsen. Maar op het moment dus dat je er langs klikt, zal je tekst bewaard blijven in de afbeelding. Hoe kan je zo'n afbeelding met verschillende lagen bewaren? Dat gaan we ook eens doen. Als je kiest voor bestand, opslaan of opslaan als, in dit geval geeft dat geen enkel verschil. Ik zal die afbeelding eventjes opslaan op mijn bureaublad. Dan stelt hij hier van onder zelf al voor, mag ik die opslaan als een paint.net bestand of een paint.net bestand. Je kan gaan kijken welke je nog kan kiezen. BMP of bitmap, GIF, JPEG, PNG, dat zijn zowat de belangrijkste die dat we kennen. JPEG, dat kennen de meesten onder ons. Dat is het formaat dat gebruikt wordt meestal bij fotocamera's of als je een foto opslaat vanaf het internet. Meestal bewaar je dat als JPEG, maar wat heeft JPEG als vervelende kwaliteit of vervelend kenmerk? Als ik nu eventjes JPEG kies en ik ga hier het voorbeeld als naam geven, of voorbeeld als naam, ik kies opslaan, dan krijg je allereerst de vraag tegen welke kwaliteit wil je dat opslaan. Hier zie je 23,9 kilobyte grootte. Hoe lager dat ik mijn kwaliteit maak natuurlijk, hoe kleiner de afbeelding is, maar je ziet natuurlijk hier in het voorbeeldvenster, de scherpte is volledig uit de tekening verdwenen, of uit de afbeelding verdwenen. Je ziet het. Stel ik dat op 100% in, dan krijg je de scherpste omleiding. Maar de standaardinstelling van JPEG is rond 95%. Ik druk op OK en dan krijgen we de vraag die belangrijk is. En je ziet het hier al. Als je de afbeelding als JPEG wilt gaan opslaan, dan verlies je het werken met de lagen. Dus hij kan niet gebruik maken van de lagen. Hij wil alle lagen, dat zie je hier, gaan samenvoegen. Dus als je dat kiest, je gaat dat hier in dit venster duidelijk zien gebeuren. Als je zegt lagen samenvoegen, dan gaat hij van alles één laag maken. Wat natuurlijk zeer vervelend is als je zegt, nu wil ik de cirkel nog boven het vierkant plaatsen. Dat gaat niet meer, want je ziet dat hier alles op één laag is samengevoegd. Dus wil je het toch met verschillende lagen opslaan? Ik druk één keer ongedaan maken. Ik kies bestand opslaan als. En hij gaat opnieuw zeggen, kijk, je werkt met lagen. Bewaar dan het bestand best als PDN of paint.net bestand. Ik kies als voorbeeld de naam. Voorbeeld. Je slaat dat op en hier komt hij niets zeggen over het opslaan met lagen. Dit is een basisconcept dat je onder de knie moet krijgen als je gaat werken met fotobewerking en zeker als je werkt met paint.net. Zeker als je tekst gaat voorzien in je afbeelding. Veel succes!